Mijn naam is Klaas Plakman en ik woon in Schagenbrug. In 1975 heb ik deze Chevrolet Corvette gekocht. Dit is het eerste type. Dat is gemaakt van 53 tot 55. En dit is het enige type met een V8 erin. Ik heb hem van een Amerikaanse liefhebber gekocht in Heemskerk. Die had hem al een tijd staan, maar was niet te koop. En toen wist ik dus een Thunderbird te staan en die heb je toen gekocht, maar had geen ruimte meer. Toen moest je deze dus verkopen. Toen was ik werd ik de gelukkige eigenaar. Maar hij had hem toen in die tijd gered van de cross, want dat was in de autocross. En daar heb ik hem toen vandaan gehaald en een tijd in de broeikas gestaan. Waarschijnlijk is hij in 1960 ingevoerd uit Soesterberg, de Amerikanen, militairen, of uit Duitsland vandaan ingevoerd. En hij was in bijzonder slechte staat. Er zaten gaten in en verkeerde kleuren en ontzettend veel onderdelen waren er zoek. Die hebben we later dus in Amerika besteld en opgehaald. De carrosserie is van polyester gemaakt. Dat spoten ze op mallen en het werd dan aan elkaar gelijmd en dan op de wagen gezet. Ik heb dus het polyester gaan kaal maken en toen kwamen er stukken blik tevoorschijn hier en daar en die heb ik er dus uitgehaald. Dat waren hele gaten en die heb ik toen aan de binnenkant met lood bekleed in de vorm. Daar heb ik polyestermatjes op gezet. Paar lagen en dat geplemuurd en zo is hij naar de spuiter toe geraakt. De bekleding, dat zijn nieuwe stoelen uit Amerika, dat is gedeeltelijk nieuw. Het is van kunstleer dan. De grill, daar staan dus 13 stukken metaal in en dat heet dus haaitanden. En die zijn van een compositiemateriaal gemaakt en dat is vergroomd. De motor is dus het eerste bouwjaar met een V8. Het is 265 kubiek inch en heb standaard 150 pk en in de Corvette heb het ongeveer 195 pk. Ik ben lid van een club in Noord-Holland, de VIA, de Vrienden van Interessante Automobielen. Daar heb ik ook nog 15 jaar het bestuur van gedaan. En nu is het dus minder druk op dat gebied en dan rijden we af en toe een rondje en in de club rijden we mee ook. Nou, het is een bijzonder voertuig en daar raak je aan gehecht. En je ziet een hoop mooie andere dingen, maar dan denk je, ja, waarom zal ik een ander nemen? Dit is ook, ik weet wat ik heb. Hier kan je een tijdje mee vooruit. Het is behoorlijk bijzonder, dit type. Er zijn er misschien een stuk of 10 in Nederland, waarvan nog 2 V8'en in baan lopen. Als er iemand zou komen die met een pak geld dan kon je dat pak geld in zijn zak houden, want ik verkoop hem dus niet.